Het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen in samenwerking met de United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, een regionale training over vluchtelingenbescherming gehouden. Deze training is bestemd voor ambtenaren van diverse ministeries die in contact komen met vluchtelingen. De bedoeling is om de bewustwording rond vluchtelingen en asielzoekers in Suriname te vergroten. Gado, Senior Regional Protection Officer van UNHCR, is er een flinke stijging te merken in het aantal asielzoekers en vluchtelingen in het Caribisch gebied. Met name in Suriname is het belang voor bewustwording over vluchtelingenrechten enorm gestegen, zegt zij. De ambtenaren die aan deze training deelnemen, zijn vaak genoeg de eerste contactpersoon voor een vluchteling. Vandaar het belang van deze training, zegt Delgado. Suriname is een partij van het Vluchtelingenverdrag van 1951. En het gaat erover om mensen die vluchtelingen zijn in een hele specifieke situatie, specifieke rechten hebben. Dus het gaat erom hoe kun je vluchtelingen identificeren. Vluchtelingen zijn vaak in een wanhopige situatie, maar ze zijn niet migranten. Je hebt ook veel migranten die hier naartoe komen, dus het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Want vluchtelingen gaan weg van hun land vanwege geweld, oorlog, vervolging en kunnen niet meer teruggaan naar hun land van oorsprong. Ze hebben dus eigenlijk hun nationale bescherming zijn ze kwijtgeraakt en daardoor zoeken internationale bescherming. Dus het is heel belangrijk dat zij dus niet geforceerd worden om terug te gaan. Dus het gaat over het beginsel van non-refoulement. Volgens Rochelle Groenveld, onderdirecteur Vreemdelingenzaken, is het niet alleen belangrijk hoe je een vluchteling identificeert, maar ook dat deze medewerkers weten wat ze moeten doen als ze in contact komen met een vluchteling of een asielzoeker. Het zijn zeg maar ministeries en afdelingen die naar ons gevoel vanwege de controle die ze uitoefenen in aanraking zullen komen met vluchtelingen, zoals het ministerie van Justitie en Politie. En daar zijn een aantal medewerkers van Vreemdelingenzaken. Je hebt mensen van KPS zelf, Trafficking in Person. En ook zeg maar, lokale politie, want ook de lokale politie kan deze mensen op straat tegenkomen. We hebben verder het ministerie van Arbeid en het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf. We hebben ook Rode Kruis hier zo. Dat is eigenlijk een partner van UNHCR. En ik dacht ook Defensie, de immigratiedienst. Die zijn de afdelingen. Maar ook een bewustwording onder personen en overheidsambtenaren die in directe contact zijn met deze vluchtelingen. Hoe ga je met de documenten om? Wat doe je met ze? Welke zaken kunnen en welke zaken kunnen niet? En om verder meer aware te maken over vluchtelingen in Suriname. Rochelle Groenveld, onderdirecteur Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie en Politie. Zij sprak vanmorgen tijdens de opening van de regionale training over vluchtelingenbescherming. Het ministerie van Justitie en Politie was samen met de United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, verantwoordelijk voor de organisatie. De training is gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.